Boom! Yo, wat up gasten, Zombie Bardo hier en vandaag spelen wij GTA 5 op mijn kanaal, Zombie Bardo. En jullie vragen zich ook bij jullie zelf af, ja, waarom heb jij niet de afgelopen dagen geüpload? Nou, ik beste mensen, ik was ziek. Ziek. Er kon ik helaas niks te doen, kon ook geen video maken dat ik ziek was. Ik was veel te beroerd om achter mijn console te gaan zitten. Maar ik ben gewoon weer terug met een nieuwe GTA 5 video. Eigenlijk van, ik heb er niet zoveel gedaan, maar dat ga ik denk ik wel vaker doen. Als jullie dit leuk vinden, laat het dan gelijk in de reacties achter. Dus nu, maar ik heb wat gekocht op de military base. En dat is een hangar. Dat ga ik nu even showen. Ik ga daar niet met de auto naartoe, omdat dat is tering aan het draaien. Ik ga pak je gewoon een. Hopelijk zat hier een chopper. Maar kijk eens, vinden jullie dit dan nu leuk om naar te kijken? Ram dan ook op dat duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer hier beneden. En nogmaals, sorry dat ik niet heb eerder geüpload. Maar ik voelde hem echt gewoon als een god niet lekker. Ik heb ook zelf 2 dagen van mijn werk vrij moeten nemen, omdat ik zelf echt beroerd was. Ja, mensen, ik heb vrijgenomen omdat ik ziek was. Maakt niet uit, we gaan even kijken. We crossen even daar naartoe met mijn burger, met mijn burgershot auto. Ik vind het gewoon grappig. We gaan gewoon het hek doorheen rammen. Kijk, zo kom je er ook. Dit keer ben ik niet met iemand anders. Ik ben dit meestal, ben ik dat wel, maar nu ben ik gewoon in mijn uppie. Serieus, staat hij nou... Oh. Welke ga ik nemen? De cargo bob. Die cargo bob is best wel traag. Ik ga gewoon deze vliegtuigje nemen. Gewoon voor de lol. Oh ja, en ik heb ook mijn outfit veranderd in zo'n militaire zooi. Outfit zelf gecreëerd. Deze moet je zelf maken om deze te kunnen aantrekken. Ja mensen, als jullie het ook horen, ik ben nog steeds hartstikke verkouden. Je mag best wel plankgas geven hoor. Oké. Er zitten hoeveel mensen in de game? 15 mensen. Niet druk. Je moet hier omhoog hoor. Deze landingsbaan is nog bijna te kort. Ja, naar mijn hangar gaan we. Hopelijk word ik niet uit mijn... deze... slome... Ik denk nog net iets de cargo bob nog... Nee, de cargo bob is juist iets trager dan dit. Ik weet het niet. We vliegen dadelijk over iemand heen. Gaat hij ons eruit knallen, dan word ik heel erg boos. Want ik wil gewoon in stijl, wil ik... Gewoon daar. Daar is hij. Die Victor 7805. Beste leven laat je me leven, ja. Hij laat me nog leven. Nog wel, hij kan opeens een rocket afvuren. En als ik soms er doorheen kwakkel door mijn keel... als mijn keel schuld, is er nog steeds iets... Ik weet niet. Dus rechts zien, ik heb 1 miljoen zoveel. Ik had 3 miljoen. Ik had bijna 4 miljoen. Ja. Mensen denken van, ja, is het nou wel handig om... Ja, die hangar in de militaire baas. Dat vind ik van wel. Op een normale airport betaal je daar 1 miljoen en... Dan hebben we daar 1,5 miljoen voor. In deze betaal je volgens mij 2 miljoen zoveel. Heb ik hem voor betaald, maar dat deed ik... Ik hoorde raketten. Wacht, dan moet ik wel eventjes in mijn CEO gaan. Hoezo kan ik niet bij CEO? Hallo? Oh, hè. Kom op, registreer dan. Ik ga gewoon landen. Yes, ik ben de CEO. Kijk, het wordt verteld ook naar de luchtmacht bijvoorbeeld zelf dat ik hier een hangar heb. Dan ga ik hier gewoon de stijl voor landen. Oh, wow, 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 wow. Rustig door die bochten. Maar eigenlijk wel. Dus eigenlijk van, iemand is niet je CEO. Die kan je gewoon... Je wordt gewoon afgenald door de militair. Die daar zo, die hangar, die linker die open is, maar die rechter, deze linker hier zo, die A2, dat is de duurste. Die ziet er echt gewoon gigantisch uit. Maar ik heb gewoon het stellig vermoeden dat alleen de buitenkant de grote... Ja, mijn hangar is daar rechts. Dat het daar dat gewoon even groot is. Maar, als iemand je aanvalt, is net als bij de normale weg, komt er gewoon politie, die hier het leger achter je aan. Dus je hebt gewoon heel leger die je beschermt. Ja, ik kan deze ding niet mee naar binnen nemen. Ik moet zelf kopen.
Ik heb sowieso wat aan de grond gedaan. Aan mijn office zelf, daarboven. voor jullie meeste mensen die dit kijken, die weten dit. Ja, joh Brian, we hebben ook andere YouTubers gekeken. Dat boeit me niet wat jullie hebben gekeken. Ik was ziek, ja, dus ik kon het niet eerder doen. Dus, shh, gewoon kijken. Nee, joh. Kijk, ik heb mijn plateau rood gemaakt. Ik weet niet, ik vind rood gewoon een mooie kleur. Maar blauw... Ik heb eigenlijk toch wel spijt dat ik geen blauw heb gekozen. Maar het kompas heb ik ook erbij gedaan. Ja, het kost heel wat money. En die vlieger die daar staat is ook niet van mij. Deze guy, die werkt van mij. What's up? Oh, hey, boss. Gast, je bent er zo lang aan het werk, maar je bent nog ineens een millimeter vooruit gegaan. Maakt niet uit, dit is de hele grote... Volgens mij is het gewoon... Kijk, wacht even, vierkante deuren. Ik had een ronde deur, geen vierkante. Ja, het is gewoon precies hetzelfde, joh. Ik heb die goedkoopste hier genomen. Maar ik heb hier ook wat dingen gejat. Zoals medicals, chemische zooi. Ik heb chemische zooi heb ik gejat. Ik heb medical spullen, bijvoorbeeld, ja... Ziekenhuis shizzle gejat. Dit heb ik allemaal gejat. Omdat... Wat mijn doel is om eigenlijk te kopen... Is... We gaan naar deze toe. Operator Center, denk ik. Is deze. Deze kan... Op het water, als ik het goed heb. Deze kan op het water. Deze kan op het water. Kan als een helikopter vliegen. Als je bij upgrade is, kan die heel snel... Naar de bochten. En dit is de nieuwe auto. Deze... Deze blijft ook nog vet, jongen. Die EBC. Die blijft gewoon ook gewoon vet. Maar ja, daar komen die voor. Mijn droom is gewoon deze. Daar gewoon echt gewoon deze of die gewoon. Dan pas die eigenlijk. Ja, dit is een lang sparen, maar als je lang spaart... Heb je daarna als toch iets groot, net als in het echt. Maar ik kwek weer te veel, dus ik ga eventjes naar boven lopen. En dan ga ik jullie sowieso een missie laten zien. Eén missie. Even serieus. Kort gelijk gestoord. Ik heb de duurste hiervan genomen. Omdat, ja, ik denk van... weet je, waarom niet? Ik neem altijd de goedkope shit. Dus ik denk van, waarom niet één keer de duurste? Je kan hier namelijk ook geen... drank drinken. Oh shit. Maar ik ga een missie starten. Als je sommige missies verpest, dat heb ik één keer achtergekomen, moet je zelf de schade van dokken. Kijk, ik heb al 7%. Ik heb er ook niet zoveel aan gedaan. Maar als ik naar cel ga, ik verdien nu al 70.000. Moet je nagaan als ik alles vol heb. Ik denk dat het kan, want ik zie me waar cargo, waar ik nog gestolen heb, is niet veel. Maar ik hoop dat ik ze alle 5 dan kan verkopen. Omdat er gewoon meer stellingen worden gemaakt. Dan kan ik 70k. 30k, 40k. Ik hoop het wel. Ik heb meer van die medical, weer zo'n medical ga ik jatten. Gewoon om jullie te laten showen. Spawn ik buiten als het goed is. Ja, dan spawn ik buiten en dan moet ik met die... Well, the positive here is the cargo is in a crate ready for shipping. The negatives are we don't know which crate. And the crates are surrounded by angry gangsters who won't want to be robbed. Take a chopper. Head to the rooftop in the city, then take out the gangsters and find the cargo. Zo, volgens Ron moet ik gangsters gaan uitschakelen. Ik zie al een F-16 in de lucht. En waar moet ik naartoe? Zeg niet dat ik naar... Midden in de stad, jongens. Een rode buzzard zonder raketten. Een F-16 die lekker door de mappie zweeft of iets anders. Weet je, ik ga gewoon mijn dingen doen. Jeetje, man. Ik heb hier nog voor 19 minuten ook nog voor. Ja, het is helemaal in de city, jongen. Ik heb hem expres ook bij de military base. Heb ik hem gewoon genomen, omdat... De meeste mensen denken van, ach, goedkoop. Neem wel op het airport. Maar daarom heb ik hem eventjes ver weg genomen. Omdat het lekker rustig is.
Maar als ik nu dood word geschoten, daar ben ik achter gekomen. Als je deze helikopter bijvoorbeeld neerknalt, ik word neergeschoten, gaat het toch met timing. Het is niet van je bent dood, game over. Nee. Je blijft gewoon doorgaan totdat je de cargo naar de military base hebt gedaan. Maar zie ik dus dat een helikopter lekker snel is. Ik hoop dat het ook wordt als cargo gaat pakken. Oh my god. Het is ook direct op weg naar een bounty. Waarom doen mensen nog bounty? Ja, autojatten. Bounty meneer, ik ga je niks doen. Is hier op het dak? Oh, ik weet waar het is. Gaan we bussen gewoon lekker hier parkeren zo, hoppa. Zit hier onder. Zit hier onder sowieso niet. Onder zitten veel gangsters. Jolo? Oh. Dief er maar lekker vanaf, Brian. Hoort hij geen... Man, toch op het dak. Shit. Nee, ik dacht letterlijk van... Meestal hoort de gang... Hoort het gevecht die altijd te beginnen, maar nu zie ik ook helemaal niks. Het is ook... Ik hoop dat ik die ding kan vinden trouwens. Waar is er echt een verdieping dat je gewoon niet kan lopen? Moet wel. Ja, dag, nee, flikker op. Nee. Zullen we gewoon fucking hard uit de lucht schakelen, die homo's? Ja, ik zeg het gewoon. Homo's, sorry voor mijn taalgebruik. Waar dan zit hij verstopt? Destroy the crates. Copy that. Wow, doe even rustig hier zo. Kom ook maar een kakkeltje Oh, het is ook vernietig, hè? Ik heb gelijk de goeie. Zullen we mijn aim naar beneden gaan ofzo? What the heck? Nee! Ik viel gewoon naar beneden. Ik wil even naar achteren kijken. Wow, dit is wel echt heel snel. Hopelijk kom ik... Je wordt niet genaaid één keer. Man, ik wil gewoon mijn cargo. Ik vraag het wel heel aardig, weet je. Als ik deze even laat ontploffen, jongen. Hier viel ik net ook. Bam! Hier heb je niks voor... Oh. Zo, ik moet echt hoesten. Schuilen. Ja, oh, eentje had me bijna gekild, gek, jeetje. Word je mijn leven toch aangevallen of niet? Ik ben echt heel gevaarlijk bezig. Kom dan. Kom gewoon tevoorschijn. Juist.
Ik heb medical spullen. Maar doe je niet zo. Er komen nog choppers achter me aan ook. Dat is zo echt gewoon irritant. Ik heb volgens mij geen rockets meer. Ja, geen afstand rockets. Dat wordt wel met mijn minigun. Ik ga dood. Ga erdoor, ga erdoor. Pak de chopper en. Nou, gewoon wegwezen. Kom man, kom man, kom man, je kan het. Nou, bye, have a good time. Hun hebben wel wapens, hè? Dat is gewoon echt oneerlijk. Come on. Maar zo heb ik jullie ook een beetje snel, omdat jullie het al alleen me kennen, ook ja, eventjes snel mijn baas, mijn hangar laten zien. Eén missietje. Ik ga deze missies gewoon ook als video's gebruiken. Als jullie dat ook gewoon leuk vinden hoor. Moet je even in de reacties achterlaten. Anders doe ik maar wat. Ik ben veel te snel voor die helikopters. En waarom zit hier een zender aan? Oh, dat is ook Josh bij die militaire baas. Dat was de vorige keer. Waarom ook twee F-16's of M-Buzzards achter me aan. Opeens kwamen er twee F-16's van het legerbasis. Die hebben ze gewoon afgeknald. Dat was gewoon echt gewoon chill. Come on. We zijn er bijna. What? You can all drop cargo. Went over. Ik kan het ook droppen. Zou ik het droppen? Zou ik het gewoon droppen of... droppen. Oké. Okay. Serieus? Ik drukte er netelijk op hè, en er gebeurt niks. Wacht, wacht, wacht. Misschien als ik zo doe. Daar heb je eigenlijk een teken van. Drop it. Wow! De tering. Opeens, ik heb mijn cargo wel delivered, maar welke man de fuck heeft mij nou neergeknald? Kom dan, dan moet je ook komen ook. Kom dan, jongen. Aan de middenberg beest tegen gewoon niks, hè. Ik wil gewoon geen probleem, ik doe gewoon mijn missie. Wacht, wacht, ik ga hem even proberen af te knallen. Want die gaat dood hoor. Oh, ze zijn uitgestapt hoor, die hufters. Waar lopen ze dan? Ze lopen daar. Oh! Gaat hij met een automatische sniper, jongen? Hij durft niet eens met een normale... Oké, wacht. Ik ga proberen nog één keer hun te killen, hoor. Want ik pik dat echt niet. Kom, kom, kom. Als je bal hebt, kom je. Oh ja, hoor. Daar staat die kloot. Sorry voor mijn taalgebruik nogmaals, maar even serieus. Ik leef gewoon met de... Ik laat het hier echt niet bij zitten, hoor.
Ja, ja, en dan? Wat een poesie zeg. Zie hem daar staan. Dat bedoel ik, en ik zie het gewone vuur terug met mijn minigun, maar wat de heck dan? Ik zweer, ik heb gewoon letterlijk niks gedaan en die mensen doen al mij gewoon helemaal pijn. Oh, oké, nu ga je eraan, Oh, ik heb hem één keer geraakt, shit, yo. Kikaboe. Ik krijg eens in een rocket, wacht even hoor. Gastje gaat ja, kijk. En dan komt hij weer heel sneaky. Moet je kijken. Komt hij heel sneaky hier zo? Kom dan. Hij hoeft alleen één keer. Eén keer naar rechts gaan en dan heb ik hem. Serieus, ik keek eventjes in mijzelf mijn ooghoek hoeveel money, hoeveel ammo ik had en... wat?! Ik had hem twee keer, dit is een, ik heb een heavy sniper, daar hoort hij in, eigenlijk in één kogel hoort hij... Hoort die stupid guy gewoon dood te zijn? Serieus? Maak je het niet af? Wat als ik een paar mijnen voor zijn deur leg? Ik word gewoon... Wow. En die soldaat die kijkt gewoon, hè? What the heck? Die soldaat die staat ook... Ik word gewoon 6 keer afgeknald. Ja. Ik heb hem eindelijk. Even een J voor mij. Maar kijk eens, hier sluit de video af. Hij heeft me wel 6 keer gekild, maar... Ik ben heel erg slecht met een sniper. Jullie kunnen mij noob vinden, maar met een gun... ben ik beter. Die had raak moeten zijn. Oké, ik knal op jullie nog 1 keer af. Dan hou ik het bij. Hij speelt met deze vieze sniper, hoor. Ja, daar ga ik ook even mee spelen. Dat is gewoon vies spelen! Gaat hij ook met een rocket? Maar maakt niet uit, kijkers. Ik ben gewoon heel... Die guy die opent mij gewoon, ik weet het. Maar kijkers, vonden jullie dit nou leuk om naar te kijken? Ram natuurlijk op dat duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je beneden en check ik jullie weer later, mensen.